junk was. What's up mensen en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Nissim en we gaan vandaag weer lekker reageren op een battle. Ik krijg heel veel positieve reacties jongens. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie dit heel tof vinden. Ik vind het ook heel leuk om dit soort dingen te gaan kijken. En we gaan vandaag weer reageren. Ik heb in de vorige, bij Kaaskoes tegen Jason Bourne, heb ik gezien dat in de comments jullie wouden dat ik ging reageren op Steph tegen Terry. En ik moet zeggen, ik heb deze battle volgens mij echt één keer gekeken. Dat was ook al een paar jaar geleden. En ik kan me niet heel veel herinneren van deze battle. Ik weet ook niet wat daarvoor zich afspeelde. Of ze wel of geen beef hadden of iets. Ik heb geen idee. Dus ik ga het gewoon om laten afkomen. Voor de rest wil ik eventjes zeggen, voor als je nog niet bent geabonneerd, abonneer dan even op het kanaal. Zet het belletje aan. Dan ben je altijd op de hoogte van mijn video's. Like alvast deze video. Tuurlijk joh. Je weet dat het al leuk gaat worden. Gewoon liken. En laat een leuke en positieve comment achter. En wie weet reageer ik wel of zet ik je bovenaan. Vind ik altijd leuk om te doen. Trouwens, voordat we beginnen wil ik wel nog eventjes zeggen. Dit was wel toen Punch-Out zeg maar nog het was een tijdje verder. Je hebt zeg maar de oude generatie Punch-Out en je hebt de Next Gen. Staat ook daarachter op de flyer. En Steph was dus zeg maar van de Next Gen. En ik moet zeggen dat ik vind het bijna jammer dat eigenlijk Steph in deze generatie van Punch-Out zit. Omdat hij dat ja gewoon echt de beste was, denk ik wel, van deze hele generatie Punch-Out battelaars. Want er waren gewoon echt heel veel slechte battle rappers. Laten we gewoon echt super eerlijk zijn. In onze tijd, iedereen wist gewoon, hij moest met vuur komen. En ik weet niet man, ik heb heel veel kaka battles gezien na die oude generatie, zeg maar. En Steph was een soort van, ja, hij was gewoon de beste. Hij hoort eigenlijk naar mijn gevoel nog steeds bij die old gen. Ik weet niet waarom. Misschien was hij nog jong daar, ik heb geen idee, maar ja man, Steph was een lijp. Voor deze battle man, let's get it. Oké, ik ben echt benieuwd man. Let's go. Kom op, man. Hey yo. Jij dacht zeker dat dit een eitje werd. Nou laat me die gedachte er voor je uitsmijten. Mm. Het is dat jij zo'n zwerver bent. Anders had ik je gezegd dat je kon thuisblijven. Hey yo, dit is Steph Ballum. Het type dat nooit werk zoekt. Omdat hij al een baantje heeft als dansleraar. En blijkbaar kan hij dat best wel goed. Maar soms vergeet hij hier of hij moet rappen of moet dansen. Vandaar dat hij nu maar gewoon als een lijn zijn pirouetje doet. Hij zegt tegen mij, ik ben een songwriter. En al mijn songs die zijn dope. En ik ben toppie met flows. Mijn ex die toert nu door heel Europa. En ik dacht bij mezelf, tja, die Jos die bent ook. Ik zag de Facebook van je moeder. Echt zo'n vieze hippiehoer die bij elk sticky meedeed. Die onder een mom van vredespijp om in piemels in de keel kreeg. Ik hoorde dat ze die shit tijdens de zwangerschap nog steeds deed. Die bitch had zoveel wiet gerookt, de moederkoek, dat was een spacecake. Tijdens de zwangerschap zoveel gerookt, de moederkoek was een spacecake. Oh, dat is een... Ja, man. Terry. Hey, yo. Terry is top. De organisatie moest even zoeken naar een tegenstander voor me. Blijkbaar dat de mensen hier een beetje bang zijn voor me. Dat je dat zei, vond ik een beetje gek. Want dat is bullshit en dat weet je best. Aangezien Ikey zelf tegen mij heeft gezegd dat hij niet wist of wij wel konden battelen, want iedereen wilde al tegen Steph. Mm. Hey yo, en ik weet ook dat je zelf gemaild hebt. Of als je alsjeblieft geen auditie hoeft te doen, dat je het zogenaamde middelpunt van de game bent. Waarom moet je liegen in een interview dat je voor audities tevreden bent? Terwijl je zelf gesmeekt hebt en liep te janken als een klein kind in die mail, man. Mm. Hey, ex, even een vraagje. Is dat waar? Hey. Oh, voor de mensen die deze niet snappen, Noah G die had ook een keer zo'n akkefietje met accent van is dat waar? Ja, en toen was het best wel ongemakkelijk, maar ik vind dit wel echt gruwelijk gedaan. Hé, hey, hoe zeggen ze dat? Wie zwijgt stemt toe? Hey, yo, ik ben Steph. Steph heeft overal scheid aan. Ik hou van rap over privézaken, maar niet als ze over mij gaan. Maar hij heeft echt overal scheid aan. Behalve van wat je van zijn tracks of zijn chick vindt, want hij heeft sinds zijn eerste battle van beide niks meer online staan. Mm. Maar hij heeft echt overal scheid aan. Behalve van dat hij niet werkloos is, maar dans- en theaterles geeft als bijbaan. Ik heb overal scheid aan. Zegt de man die zich voor zijn naam, zijn baan en zijn meid schaamt. Dus heb jij nou overal scheid aan? Ja? Het enige waar je echt scheid aan hebt, is aan het daadwerkelijk achter je lijn staan. Oeh. Let's go. Time.
Men spitting them bars in it. Come on. Oké, Stef. Dus zeg maar, Terry is van de old gen, je weet toch. Maar ik moet zeggen dat Terry... Ik vond Terry niet altijd even dope of zo, maar... Zeg maar, Terry werd zeg maar een soort van volwassener in zijn battle shit. Je weet toch, zijn bars werden volwassen, alles werd... En dat vond ik wel dope aan hem. En in deze battle heb ik Terry eigenlijk nog nooit... Dat kan ik me wel herinneren, dat ik hem nog nooit zo hard heb gezien als in deze battle. En ik denk dat het alleen nog maar beter gaat worden. Oké, nu gaan we naar de ronde van Stef. Ik ben bang dat die ding over mij wist, maar... Oké. Wisten jullie dat Terry moet voorkomen voor het gebruik van fysiek geweld? Waarschijnlijk wel. Hij heeft het mij ook al 10 keer verteld. Godverdomme, man. Hoe vaak ga je het er nog over hebben, hè, dat je het er niet over wil hebben? Als je niet opgepakt wil worden, moet je het gewoon tegen niemand vertellen. Hè? Maar Terry wel, hoor. Hè? Met je dikke hondenkop en je dikke hamsterwangen. Denk je dat je hier de koning bent omdat je hetzelfde hoofd hebt als Willem-Alexander? Oh. Kijk, Terry is een stuk slimmer dan dat hij eruit ziet. Ik zeg niet dat hij slimmer is, ik zeg dat hij er niet uitziet. En ja, ik lijk op Harry Potter, want mijn litteken geeft me hoofdpijn. Maar Terry lijkt ook op Harry Potter, omdat allebei zijn ouders dood zijn. Oh, fuck. Jezus. Ja, die zag ik niet aankomen, man. Die is wel fire, man. Mijn vader heette Johnny Doctor, oftewel Doc John. Geen wonder dat elk woord zo rot uit je strot komt. Want net als Doc John kan je niet echt lekker flowen. Je moet elke keer een vertraging in je tekstie gooien. Het klinkt alsof je elk moment de polonaise kan gaan lopen. Maar jij bent bekend van het choken. Dus dan kan je heel stoer iemand op zijn bek gaan rammen. Maar dan sta je hier zelf met je bek vol tanden. De best of van Terry is gewoon 2 minuten stilte. Hij is ook fucking goed op 4 mei met die 2 minuten stilte. Maar dat is logisch, want dat is dode herdenking, hè? Hey. Oh shit, wauw, die kwam echt later in gewoon. Tering, man. Hey, Stef, ik zeg eerlijk, man, hij heeft wel echt lijpe schijt, manje. Hij praat gewoon over dode auto's en shit, alles gewoon. Ja, ja, het is een battle, man, wat moet je doen, man? Ja, ik snap het. Oké. Wat? Oké. Jullie dachten zeker dat ik minder grof zou zijn tegen een blanke. Gelukkig voor ons zijn allebei Terry's ouders gestorven aan kanker. Jezus. Ja, daar gaan we. Luister, als je me niet zo had uitgedaagd, had ik dit nooit in een battle gedaan. Dus zometeen niet komen janken dat ik te ver ben gegaan. Time. Oh shit, oké. Laat dus... je horen voor de eerste ronde, joh. Dit was zeg maar de eerste ronde van Stef. Deze was nog niet eens zo heel persoonlijk of zo. Maar ik denk dat het erger gaat worden. Tweede ronde, Terry, let's get it. Hey yo, jij was toch die kill die grapjes maakte over een Seno's moeder met darmkanker? Ja, hè? Ja. Kankergrappig. Maar eigenlijk begrijp ik niet waarom jij met zulke lines komt, want waarschijnlijk heeft jouw moeder ook darmkanker na het uitpoepen van zo'n scheidjong. Oh. Hey, yo. Hij probeert zijn ware aard te verbloemen door hier te doen als een piepo. Maar je bent gewoon een kankerjunk. Net als de moeder van Gino. Oh. Jezus Christus. Wow. Stef? Zeg even eerlijk, Stef? Hoe kan je stelen van je paps? Hij gaf je eten en een dak. Grappig dat die rattenkop goed bij die streken van je past. Oh, kut hè, dat ik daar vanaf weet. Ga ik iedereen vertellen wat jij bij je paps deed. Dat is wel gruwelijk. Hij gebruikt zeg maar een soort van Stef's shit tegen hem. Je weet toch, dat vind ik hard. Als Stef een avondje wilde gaan chillen in een goed café, ging hij naar zijn vaders spaarpot en nam hij al zijn doekoe mee. Besef dat als Insano dat gedaan had, hij standaard hoeken kreeg. Dus misschien had het wel goed geweest als jouw vader iets meer op Insano's moeder leek. Oeh, shit. Hé, hey, joh, wonderkindje. Is het nou drugslab of is het drugslab? Nee, het is mijn pa is weg omdat ik een vieze junk was. Is het drugslab of drugslab? Nee, mijn pa is weg omdat ik een vieze junk was. Oh man, Terry man, wat een baas. Ja, zijn moeder baalt nog steeds gruwelijk van zijn fouten. Zijn verslaving was zo duur, het kostte hem zelfs het huwelijk van zijn ouders. Want ik kijk op de Facebook van je moer en ik zag foto's van je broer. Eronder stond hoe trots ze was en dat ze voor hem zoveel liefde heeft. En eigenlijk was ik niet eens zo verbaasd, maar over jou werd helemaal niets gezegd. Zielig, hè? Je eigen moeder doet of je niemand bent. Oh, doe je daarom zo racistisch? Dat je zelf het zwarte schaap van de familie bent. Wat? Hey,
G. Ik was even vergeten gewoon hoe fucking hard Terry kwam, man. Wat? Omdat je zelf de zwarte schaap van de familie bent. Het klopt. Want Stef had volgens mij in die battle hiervoor moest hij tegen een blakke man moest hij, battlen. En toen kwam hij met racist jokes. Je weet toch? Wat gewoon kan in een battle shit. Je weet toch? Maar nu wordt het tegen hem gebruikt. Dat is hard, man. Tering, man. Hey, yo! Yo! Let's go, Terry. Let's go. Hey, yo! Hey, yo! Ze konden nooit op je bouwen. Je verneukt hun geloof en vertrouwen. Dus kom maar met je grapjes over de dood van mijn ouders. Maar zelf ben je dood voor die ouwe. Oh. Hey, yo, nog even. Praat maar over de dood van mijn ouders. Maar zelf ben je dood voor de jouwe. Oh, oh, mijn god. Hey, G, man. Tering, wat hard. Real shit, man, Terry. Hey, yo. Hey, yo, fuck winnen of verliezen. Want verliezen ben ik tegenwoordig goed in. Want ik heb veel meer verloren dan wat battleschap. Dus als iemand een pakje vloe vindt. Hey, yo, je familie heeft de swag van uitgekakte buidelratten. Ik heb mijn boys kijken in je battles om je kleding uit te lachen. Hé, hey, maar als de lieve jongen die ik ben, hè, leek het me aardig om voor hem een outfit uit zijn huis te pakken. Dus ik doe zijn kast open. Maar wat denk je? Allemaal vuile zakken. Time. Hey, we got a classic right here, cuz. Shit, man. Ja, man. Fucking sick, man. Tweede ronde was sick van Terry, man. Tweede ronde, Steph. Let's get it. Let's go. Oké, je wil shit over je ouders, toch? Nou ja, fuck it. Hold it down. Ik vind Terry een overgewaardeerde patser. Maar soms verbaast hij mij en dan toont hij weer karakter. Want je houdt van je vriendin en dat respecteer ik van je. En ik vind het knap dat je bij haar blijft. Ondanks die keer dat ze... wat zei je nou ook weer? Dat ze gedrogeerd was? En midden in de stad met twee mannen gesignaleerd was? Elke normale jongen denkt gelijk dat het een hoer is. Maar onze lieve Terry niet hoor. Die denkt dat zijn meisje ontvoerd is. Oké. Ik ga niet zeggen dat ik iemand heb gesproken die er geneukt heeft. Maar hij zei wel dat ze een tatoeage van een roos op de heup heeft. Ah, Terry, wat ben je toch een schat. Echt een jongen naar mijn hart. Geef je dat meisje onderdak nadat ze is ondergekwakt? Nou, jullie passen goed bij elkaar hoor. Zitten allebei onder de plak. Oh mijn god. En Terry lijkt niet romantisch, maar hij is een man van vele gezichten. Want toen Terry even niet battelde, toen schreef hij gedichten. Je timmerde aan de weg, maar helaas kreeg je pech. Ja, jullie lachen nog niet, maar dit mooie kleine gedicht schreef Terry voor zijn vaders overlijdensbericht. Oh my god. Je timmerde aan de weg, maar helaas kreeg je pech. Wat een poëtische knul ben jij. Ik wil niet lullig zijn, maar kan je me vertellen wat je zo moeilijk vindt aan dubbelrijm? Je vader wordt begraven en je gunt die vent maar twee regels. Ik heb het even uitgerekend. Dan heb je dus 30 keer zoveel voor deze battle geschreven. Who's your daddy? Who's your fucking daddy? Jesus fuck. Oh man. Ik weet niet hoe ik het zeg, want het is een reactievideo. Ik weet niet, dit is mijn reactie. Ik weet gewoon niet hoe ik moet reageren. What the fuck, man, Jesus. Maar ik dacht dat wij zeg maar grof waren in onze tijd, maar dit is next level, man, G. Volgens mij is die klaar, toch, Stef? Was hem? Oké, okay, time. Oké, Terry, man, let's go. Hey, laat je één voor die derde ronde krijgen, man. This laatste ronde, Terry. Ik ben benieuwd, man. This shit right here. Let's go. Hey, yo. Oh, trouwens, voordat mensen gaan klagen, dus ik neem het in de nacht op. Je vast niet. Jawel. Ik mag water drinken in de nacht. Hey yo, die shit was fucking bij de hand. Want na die battle gaf je hem oprecht je respect. En daar begrijp ik weinig van. Want eerst noem je hem een zwarte Piet. Maar vervolgens wil je zelf komen spelen voor Goed Heilig, man. Mm. Hey yo, ik sprak met buitenlandse homies en ze zeiden me die shit kan sowieso niet. Die man solliciteert echt naar een paar klappen. Ik zei nee joh, naar een baantje bij Ponyus. Yo, en hij wou zich verantwoorden voor die Mitch Henriquez-lijn. En blijkbaar is hem dat ook gelukt in gedachten. Maar alle mensen wisten dat je gewoon een wit voetje wou halen over de rug van een zwarte. Mm. Hey yo, hadden jullie dat lid? Je moet eens dat litteken van die gast bekijken. Is dat van je uroloog? Wilde die man bewijzen dat hij elke dickhead kan besnijden? Hey yo, of hebben ze gewoon een of andere kankerlijpe hersentumor uit je pan verwijderd?
Nee, serieus. Ik vraag me af hoe het kan dat je zo'n groot litteken op je hoofd hebt. Is dat van een ongeluk of zo? Jammer dat je niet dood bent. Oeh, Jezus. Nou, iedereen nog wakker? Ja? Ja. Dan gaat het nu los. Hey, yo, ik zal die situatie even schetsen. Tattoo Boy dacht van, ik ga straks iemand in zijn nek steken. De brother van Noah dacht, als het moet, dan ga ik ex geven. Noah G dacht, ik ben een b-boy, maar straks ga ik hem breken. Het enige wat Stef dacht was van, oh shit, wegwezen. Hey, yo, hij showde daar de fijne kneepjes van zijn gay fuck. En iedereen die weet dat. Want toen demonstreerde onze dansleraar de moonwalk van de stage af. Oh ja, Stef had natuurlijk tegen Noah G gebattled toen. Klopt, ja. Ik kan echt niet. En weet je wat dat doet met mij? Kan ik weer gaan bewijzen dat niet alle tata's poesie zijn? Of wil hij echt die opa op zijn kaken tikken? En Noah G zijn maten hitten? Gappie, met die rare moves van jou kon je niet SG's laten schrikken. Hey yo, en ik hoorde van die shit gaat buiten verder. Ik dacht, ah, en nu gaan ze met een vuisten mappen. Kom ik voor de deur aan? Staan ze daar al in een dance battle uit te vechten. Yo! Dance battle. Kijk, kijk. Hey yo! En dan zegt hij nog tegen mij, ik doe kick en thai boksen. Maar pik, zou het verliezen als hij met de eetstokjes van een thai boksen. Maar wat ik wel zag, ik zag hem wel een keertje een andere rapper op zijn reet slaan. En ik zweer het man, ik meen dit. Stop nou eens met die gay shit. Of bedoelde je daarmee dat je een bokser bent? Omdat je steeds bij andere rappers aan hun reet zit. Hey yo, ik stop jouw lul in mijn mond en noem jou een faggot. Hey yo, de meeste mensen vinden dat best wel gore woorden. Maar ik niet, dus kom maar op, ik ben speciaal gestorven voor je. Dat is het. What the fuck? What the fuck? Ik vind het zo leuk wanneer mensen attributen meenemen. Het gaat nergens over. Ik weet dat een keer iemand dildo meenam naar een battle. Toen dacht ik bij mezelf, bro, je hebt gewoon letterlijk de hele dag met een dildo in je zak gelopen om het te laten zien tijdens een battle. En dan laat je hem daarachter. Hij zei iets van, ik heb de dildo van je moeder meegenomen. Maar je liep de hele dag met een dildo in je zak. Ik weet niet wie het was, maar je ging wel dood, want je was doodlachen. Oh, Terry, jongen. Classic Terry. Mooie, mooie derde ronde ook. Oké, Stef. Ik was serieus even bang. Laatste ronde. Ik ben benieuwd, man. Ja, man, dan, man. Let's go. Man, laatste ronde op Stef, man. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ik ben benieuwd. Denk je serieus dat ik dans? Ik ben echt fucking wit. Ik kan echt niet. Ik weet niet waar de fuck je dat vandaan hebt. Oké. Okay. Staat op Google. Echt? Ja, met je nummer erbij, alles. Maar... Echt? Oké. Okay. Leuk. Ook goed dit gesprek. Oké, check. Terry is pas 23. Motherfucker ziet eruit als 38. Is dat een familietraditie of zo? Dat je al jong begint af te sterven? Jezus. Huh? En we geloven je wel als je zegt dat je cake pakt, maar dat is omdat je weer een crematie van de week had. Huh? Crematie, begrafenis, koffie en cake, ja man. Kan je met geforceerde wordplay komen, maar je bent niet erg vitaal. Allebei zijn ouders zijn dood en volgens mij is het terminaal. Had je daarom tegen Gino je haar gemillimeterd? Was dat om je chemo te verbloemen? Of ging je daarna gewoon met carnaval verkleed als je moeder? Oh man. Want je moeder die... Jezus, wat een disrespect, man. Stef, man, G. Jezus Christus, man. Man. Wethouder, zorg en welzijn. Toen kreeg ze zelf kanker. Nog een zorg erbij. Dus elke bezuiniging binnen de kunst en cultuur was omdat al het geld opging aan die trutter chemokuur. Maar ze heeft ons wel iets nagelaten. Een website voor terminalen om een man te vinden. Die site heet hand in hand met kanker. Het is een soort van kankertinder. En Teddy knipte trots een lintje door, maar deed toen niet meer dan dat. En dat die site nu offline is, bewijst hoeveel moeite erin zat. Maar dat boeit Teddy geen fuck. Hè? Fuck je moeder in de graf. Moet ik het voor je omdraaien, lol? Als je moeder in de graf... En dit is allemaal waar, je kan het zien als je op de Facebook kijkt. Want dat profiel staat nog wel online. Je moeder is nu letterlijk een Facebook-like. Jezus. Oké, maar fuck jou, fuck iedereen. Je bent vandaag vernederd door Stef. Met andere woorden, je timmerde aan de weg. Maar helaas kreeg je pech. Wow. Fuck.
kan niet, man. Hey yo, give it up for this motherfucking battle, nigga. God damn. Ja, ja, is wel classic, man, G. Ik weet niet of dit met een jury was of niet. Volgens mij was het zonder jury, maar tering, man. Ja, dus hij was serieus wat grove dingen gezegd in deze battle. Dat kan ik je wel zeggen, maar beide jongens kwamen heel hard. Als ik hem moet geven, zou ik hem, denk ik... Ja, ben je lastig, man. Ik weet niet, maar ik vond die tweede ronde van Terry vond ik abnormaal. Maar ik denk dat over het algemeen... Ik weet niet, ik vond Terry wel gewoon een soort overtuigend komen of zo. Stef kwam ook gewoon fucking hard, maar ik weet niet, man. Het is lastig als ik hem aan iemand moet geven. Kijk, daarom ben ik geen jury. Wat goed. Hey, laat even weten in de comments wat jullie vonden van deze battle. Vonden jullie misschien dat Stef te ver ging? Of was het gewoon prima? Of wie heeft gewonnen? Laat het even weten in de comments. Ik vond het wel heftig om naar te kijken. Dat kan ik je wel zeggen. Ik vond het wel heftig om naar te kijken. Maar ik vond het leuk. Ja, toch? Nou, ik zou zeggen op naar de volgende, lieve mensen. Ik vond het leuk. Kom met een paar leuke dingen in de comments. Wie weet kan ik nog ergens op reageren. Ik vind het leuk om te doen. Voor de wedstrijd, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Like. Abonneer, nogmaals, zet het belletje zeg maar aan en dan, ik weet niet waarom ik dit doe, zet het belletje aan en dan ben je altijd op de hoogte van mijn video's. En ik zie jullie allemaal weer de volgende keer. Peace!